uitwerking opgave 20. Opgave 20 staat alleen tekst. Je moet dus goed lezen welke gegevens zijn er in de tekst. En daarna ga je een tekening maken. Dat wordt bij A allereerst gevraagd. Gegevens. Gegeven is dat Carlijn trekt met een kracht van 97 newton en Katootje trekt met een kracht van 58 newton. De kracht van Jeroen is onbekend, zowel in grootte als richting. Wel bekend is dat Carlijn en Katootje loodrecht op elkaar aan het trekken zijn. Nu is 97 newton en 58 newton, dus als ik nu 1 centimeter is 20 newton neem, dan is het wel aardig, want dan krijgt Carlijn een kracht van ongeveer 5 centimeter en die van Katootje wordt ongeveer 3 centimeter. Vandaar dat ik als schaal neem 1 centimeter, komt overeen met 20 newton. We beginnen te tekenen. We beginnen met de pop. Je gaat geen pop tekenen, maar een stip. Het aangrijpingspunt van de krachten. De kracht van Katoo, die kan alle kanten nog op zijn. Omhoog, links, rechts, naar beneden of scheef. Het maakt in feite niks uit. Ik heb gekozen om de kracht van Katoo naar rechts te tekenen. Dus 5 centimeter, net geen 5 centimeter, naar rechts. Katootje die trekt er loodrecht op, dat kan dus of loodrecht omhoog of loodrecht naar beneden toe. Beide richtingen zijn correct. Ik heb gekozen om hem loodrecht naar beneden te doen. Dus Carlijn trekt naar rechts, Katoo trekt naar beneden. Dat betekent dus dat die twee samen ongeveer die kant op zullen gaan. Dat gaan we construeren en dat doe je weer door een parallelogram te tekenen, maar omdat het hier loodrecht op elkaar staat, krijg je een rechthoek. Katootje en Carlijn die zullen een gezamenlijke kracht uitoefenen die zo gericht is. Dus dit is de resulterende kracht van Katootje en Carlijn samen. De pop die staat stil of hangt stil, denk ik. Dus de resulterende kracht op de pop is 0. Dat betekent dus dat op de pop een kracht moet zijn die tegengesteld is aan die resulterende kracht. Dus dat is die kant op. En dat is dus de kracht die Jeroen uitoefent op de pop. Want daardoor blijft de pop in stilstand. We hebben dus nu de richting van de kracht van Jeroen geconstrueerd. Hoe groot is die kracht? Dat kun je bepalen door de kracht op te meten. Het blijkt dat die 5,5 cm is. 1 centimeter, 20 newton, dus maal 5,5. En let op, doe weer met significantie, twee cijfers significant, dus 1,1 keer 10 tot de macht 2 newton. Gevraagd werd ook de richting van de kracht van Jeroen. Dan moet je een hoek meten. Geef in de tekening aan welke hoek je gemeten hebt. In dit geval heb ik de geodriehoek gepakt. Die leg ik horizontaal. En dan lees ik af welke hoek Jeroen maakt met de horizontaal. En dat is hier 145. Dat betekent dus dat de richting van Jeroen 145 graden is met de horizontaal, met de kracht van Carlijn. En tot zover de uitwerking van opgave 20.